Goedenavond, beste kijkers, en welkom in de Containercup. Wes, het is maandag. Er staat een serieuze battle op het programma. Maar niet te vergeten, donderdag is er ook een battle, hè? Tussen dat is ook waar. Team Pedro en Team Wesley. En wat gaat er dan gebeuren? Dan ga ik u verpletteren, Wesley, donderdag. En ja. Weet je hoe? Ja, dat zal wel. Hoe zou ik dat kunnen doen? Door te vallen of zoiets? Door op jou te gaan liggen, Wesley. In ieder geval, donderdag zien we nog wel. Dat is kat in bakkie, wat mij betreft. Laten we gaan. Laten we wat? Ja, maar je moet mij niet pakken als het iets wat minder gaat. Trouwens, Wesley heeft vandaag een katje aangereden. Absoluut niet waar. Absoluut wel. En je ziet er nog bleek van en dat doe je niet, katjes aanrijden. Dus pak mij niet op mijn flatertjes. Want je hebt gewoon 3 katjes aangereden. En naar achter gereden om te kijken, terug naar voren. Was het er nu 3 of 2 terug? Ja, maar... Ja, ja. Is niet mooi, hè? Ja, Karel. Jij pakt mij, ik pak jou. Heeft wel okselvijvers, dat vind je dan weer jammer. Wesley? Ja, krijgt het moeilijk. 30 ondertussen. Monkeybar kort op naam van waterpolospeler Niels Bus. 109. De zweetbeer van Lichterbelde. Een lichtgrijzen t-shirt, dat is toch niet, alles. Wesley, hij zegt het nu zelf, maar ik noemde hem voorzichtig de zweetbeer. Maar dat is natuurlijk toch een tactische blunder, hè? Qua kleding. Klaar om te golven. En dat heeft hij nog niet vaak gedaan. Raakt de eerste mat, gaat niet zo ver gaan. 39 meter voor Joran. Moet nu dus proberen niet te zweten en te performen. Maakt het zich knap lastig. Joran, ken jij veel Jorans? Ja. Joran is toch als je kind Johan wil noemen, maar iets speciaals wil doen. Toch? Ik vind dat jij rare kronkels in je kop hebt. Als dat Joran is, dan is dat gewoon Joran. Nee, dat is Johan met een R. Nog een goede 200 meter. Ja, dat was toch langer verdacht, zeg. Het hoort. Hij zegt, had ik maar een zwarte t-shirt meegebracht. Ja? En waarom? Had ik een zwarte t-shirt mee. Ja, lacht. Hij heeft zich ingehouden, niet tactisch. Die mens wil geen grotere vijvers, want dat is aan het escaleren. Beer van Lichtervelde. Een beer kan goed benchen, Wesley. Moet maar eens naar Canada gaan. In die natuurparken. Ofwel slapen beren, ofwel zijn die aan het benchen. 35 kilogram. Eerste poging. Dat is een kip aan het spit. Sorry, man. Sorry. 35k, dat is een kiksje, hè. Kom maar, Joran. Net boven de 4 minuten. 4 minuten en 81 honderdste. Waanzin. Momenteel wordt hij tweede in het klassement. Achter Florian Vermeers. Denkt u nu nog dat ze niet alles geven? Ik ben echt onder de indruk dat je zo uitblaast na een paar minuten op de fiets. Wat is 4 minuutjes, Wesley? Ik fiets dagelijks naar mijn werk. En straks is het tijd voor de man uit Bavikoven. Eli Izerbiet. Straks na de reclame. Is dat hier een quiz of zo? Mislukt een Ben Krabbe? Wij zijn een sportprogramma. Jij altijd, en dan moet ik mij belachelijk maken. Hè, is dat de bedoeling? Na de reclame, wij moeten even iets bespreken. Ik begin te denken dat dat een monnik is. Wesley? Volgens mij, als ik me niet vergis, is er in Bavikhoven een monnikenklooster. Zo'n boeddhistische... Is dat niet in Bavikhoven? Gaat eraan beginnen. En... Hola. Even tegen de fiets. Roept zelfs geen au. Het doet keiveel pijn. En, geen au, hè. Nee, dat is waar. Blijft zeer geconcentreerd hier. Mijn euro begint te vallen, Wesley. Gaat richting het eerste keerpunt. Volgens mij is hij niet alleen een monnik. Volgens mij is dat zo'n extreme monnik. Ken je die daar een zwijggelofte afleggen en gewoon niet praten? Ik had het in de gaten, maar ik denk het wel. Viseuren had er dus 47. Ai. Ai! Zegt niks. 45 monkey bars. 45 seconden gaat er van zijn tijd af. Goeie prestatie van Eli op de Monix Bars. De Monix Bars.
Zijn daar fier op? Hè? Dat is eigenlijk niet zo slecht, hè? Dat is toch goed gevonden? Ja, maar volgende keer geef ze die aan mij. Fluister en ik zal Kiri wel brengen. Zie je, we gaan dat sowieso. Schitterend van Eli aan de Monnixbaars. Zie je, als ik dat doe, is dat direct. Dan kan de kijker zich daar iets bij voorstellen, snap je? Komt uit Bavikhoven, Wesley. En wat heb je daar in Bavikhoven? Bier. Heel lastige vogels. En die worden daar door de populatie uit de lucht geschoten. Die gaan hun gazet halen. Een knalt ernaast. Ja, maar nee. En die knallen morgens een vogeltje of 3, 4 neer. Dat is Bavikhoven. Foutje. Eerste poging van Eli. Ieder bit gaat ernaast. Lastige vogels in Bavikhoven. Maar zijn die al in Bavikhoven geweest? Ah, ja. Dat zijn van die kroonadelaars. Jongens. Ja. Woont al een tijdje niet meer in Bavikhoven, dat is duidelijk. Jawel, woont terug in Bavikhoven. Ja, Valasse. Vierde poging in het schieten. Probleem? Hij schiet niet. Ai, moet terug en laden, Eli. Dan moet je dat geweer omdraaien en eens in de loop kijken, Wesley. Ja, ja, dat is goed. Aan, Eli. Kom maar, kom maar. Misschien zichzelf. Nou, nee. Wordt je wel uitgelachen door meneer Zweet? Door de man die 35 kilogram kon benchen. Dat is meer een flyer. Hè. Als bergop is hij een van de... Een flyer? Ja, een flyer. Dat kende ik niet. Dat is iemand die weinig weegt. Maar in het voetbal noemen we dat ook zo, een flyer. Iemand die heel snel wendbaar is. Ik ben een flyer. Toch? Maar... Klein, compact en snel? Iemand die niet veel weegt. Flyer. Zo, boeddhisme, is dat iets dat jij... Kun jij eens een week zwijgen? Zou je dat kunnen? Start. Dus ook als ik nu... Dus jij bent nu boeddhiste. Goedenavond, beste kijkers, en welkom in de Container Cup. En het is een primeur in 3 seizoenen. We gaan open kaart spelen. Wij zijn zat. En hoe komt dat? Zelf drink ik geen alcohol, maar Wesley was gisteren jarig en heeft in Hinoven zodanig veel gezopen, we gaan eerlijk zijn, dat ik op deze kleine ruimte meedronken ben geworden. Maar we gaan elkaar erdoor slepen, Wesley. Maar het gaat niet makkelijk zijn. Maar we gaan ons gedragen. Ja... Pak het even over, ik ga een rustpauze inlassen. Ik denk dat het duidelijk is wie hier gedronken heeft. Ik alvast niet. Voilà, dat was iemand die nuchter was. Je hebt dat verbluffend goed gedaan om zoveel promil in je lijf te hebben. Je hebt wel Bob Fleester gezegd en geschiedenis. Dus daaraan kan je het nog merken. Maar goed, we trekken elkaar erdoor. Gaan we eens kijken naar de TOS? Zeker. TOS. Jij spreekt Spaans, dus jij doet dat altijd zo. Echt, zet die deur open, want het is hier echt gaan een moeilijke worden. Oh. Hola, amai. Kijk eens. Dat is een oefening voor de romstabiliteit, voor de liezen, de buikspieren. Zou zeer nee, goeie... Was die op uw verjaardagsfeest gisteren? Volgens mij is die gewoon zat. Ondertussen naar 16,5 kilometer per uur. Halfweg. 2,51. Je weet toch eigenlijk van waar bobslee komt voor wat dat staat? Is weer de Wesley quiz? Ja, dat komt van to bob. To bob, dat wil zeggen op en neer gaan. Vandaar komt bobsleeën. Ja, wel, ik heb gehoord dat jij gisteren op je feestje heel veel hebt staan to bobben met Tamara van de tennis. Ja, maar ja, dan zal ik u iets zeggen. Ja. Bobslee-piloten leren de bobsleebaan volledig van buiten, elk bochtje. En doen dat met hun ogen toe. Ik heb u gisteren naar huis zien fietsen. Jij deed dat ook met je ogen toe. Chapeau, want dat was perfect, Wesley. Is dat dan to bob? Dat is to bob, ja. De werkelijke betekenis is het op en neer bewegen. Kan ik heel goed, hè, to bobben. Je bent een vuile pito. En dan moet het nu wel even recupereren na deze inspanning. Wesley, ik ga ook even recupereren, want ik zit ook aan mijn limieten. Gaat gisteren sport. Beter gerecupereerd en bob geweest. Je weet toch van waar dat staat, Bob? Dat is een kerel met een sleutelhanger. Een kerel met een sleutel. Natuurlijk is dat geen... Bob is bewust
onbeschonken bestuurder. Dan had jij gisteren ook beter geweest. Dan had jij zo hier niet gezeten vandaag. Sorry, Wesley. Over naar het schieten. Oh, zo is goed gaan liggen. Zo, een powernap. Focus, Pedro. S'avonds grote man, s'morgens ook grote man. Heeft een aparte stijl en mist ook haar eerste poging. Heb je al gezien hoe dat ze haar hand neerzet op de grond? Om dat geweer stabiel te houden. Ik zou graag willen dat iemand mij stabiel kan houden. Tweede poging gaat net naast het doel. Zit jij nu te gapen? Jij zit hier te gapen terwijl... Ik heb niet veel geslapen, want ik was ongerust dat jij te lang aan het feesten zou zijn. Dus ik lag wakker vannacht. Ik ga er heel eerlijk in zijn. Alles kan nog, Hanne. Sarah. Maar zie, die kan geen rechte lijn meer en heeft ook een Guinness vast. Dit is zo'n golf van solidariteit. En weet je wat de naam is van de bobslee, van de Belgian Bullets? Bullets Forever. Het is een liedje. Vertel. Zeg, moet ik je wakker houden of zit dat eigenlijk? Maar sneller vertellen. Ruby, 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 Ruby. Echt? Ja, de naam is Ruby. 6 minuten, 21 seconden en 89 honderdste. Goed gedaan, hè, Sarah. Goed gedaan ook, Wesley. Je hebt het gehaald. Wie had dat gedacht? Dat je door deze eerste sporter hebt gesleept? Ik zou... En het was heel subtiel. Welkom terug, beste kijkers. Ik ben er helemaal bovenop. Nu, ik was al de hele tijd oké. Ik hoop gewoon dat Wesley stilletjes aan bij zijn positieve komt. Maar het hoeft niet altijd over Wesley te gaan. Laten we het eens hebben over Hanne Shorttrack de Smet. Zeer goed gezegd. Hanne de Smet die zit nu klaar bij Karel. Dat is het enige dat jij zegt. Hè. Dat begint op te vallen. Eén zinnetje. En ik mag hier alles draaiende houden. Maar gisteren... Waaai. Hè? Ja, ja. Goed aangekleed, onze Hanne de Smet. En wordt gesponsord door een nieuw merk, Belgium. Waarschijnlijk gemaakt in China. Dat er dus 17,666667 seconden van haar tijd afgaan. Ja, het moet... Allee. Kan je echt zo snel rekenen? Ja, ik kan heel goed rekenen. Triple 17 is 51. Zie je? En dat... ik tel altijd in darts. Dus ik gooi triple 17 en dan weet ik, oké, triple 17 tops. Het is erg, omdat het echt is. Dus hoe tankte jij? Tanken? In darts? Ik tank in darts. Bijvoorbeeld... Hoeveel is dat hier de liter? Bijna 2 euro de liter. 1,88. Ja. 18 maal 3 nee, is 54. Dan denk ik, oké, 18 maal triple 18. Dubbel 18, 36. En dat samen met 90 euro. 90 euro voor zoveel liter. Zo tel ik. Wat hebben die toch allemaal met die bal, hè? Dat is als ik een bal zie... Oh, aait gewoon jouw gezicht. En kijk naar jouw apps. En oh! Ik wil hier het balletje weg. Hela Sarah! Wat is dat? Maakt zich klaar om te gaan golfen? Ze heeft al gegolfd, Wesley. Ah, maar... eindelijk, sorry, maar... eindelijk. Maar ik was al naar u aan het kijken. Hè. Ze maakt zich klaar om te schieten, maar... Zit jij nu heel de uitzending te gapen? Totaal en ik moet al... niet. Totaal niet. Oké, dan. En... Moet ik daar nu overspringen, denkt ze? Kijk. Of moet ik daarmee gooien? Heeft dus nog nooit een bench gezien. En wacht op uitleg, maar die gaat er niet komen, natuurlijk. Kijk, zet al eens een knie. Maar zo bench je natuurlijk niet, Hanne. Gaat dat maar even liggen om na te denken. Het is een gokje, volgens mij. Maar ze ligt wel juist. 35 kilogram. Ja, ja. Ze heeft het door. En ook nog heel snel.
proficiat van alle kijkers naar jou toe dat je je met die geweldige kater professioneel hebt opgesteld en eigenlijk had niemand het gezien. Dus dat je dat nu niet de hele tijd vermeld, had je gewoon door kunnen surfen. Maar chapeau, professioneel. Tot morgen. Goedenavond, beste kijkers, en welkom bij de laatste reguliere aflevering van De Container. Dat is eigenlijk een feestelijke aflevering. En daarom dat wij allebei hebben gekozen voor een bloemenhemd. Zelf kies ik voor een fleurig bloemenhemd. Wesley heeft gekozen voor een grijs bloemenhemd. Klopt, Wesley? Zeker. Zeker. Prachtige, erudite man hier naast mij. Hij is net als ik 1,91 meter, dat schept een band. En ook de spiermassa lijkt op het eerste zicht overeen te komen, Wesley. Als hij professioneel wil gaan, zal hij toch op details moeten beginnen letten. Ik had hem gemaild en gevraagd om een bloemen-t-shirt aan te doen voor deze feestelijke laatste. Ruben negeert deze memo. Wijst niet echt op professionalisme. Nog fascinerend, Wesley. Roeiers, alles achterwaarts doen. De meeste sporten die ik ken, alleszins toch voorwaarts. Veldcross, BMX, tennis, Formule 1. Dat is toch naar voor. Waarom is kajak naar daar? Ten eerste is het roeien en niet kajak, want kajak is ook voorwaarts. Ja. Roeiers die doen achterwaarts omdat dat is het snelste. Vertel verder. Ja, dat is het snelste en dan kan je ook je beenspieren gebruiken. En daarom roeien ze achterwaarts. Maar wat zijn die aan het doen? Want eigenlijk, ik zie hier niks en zo kan ik niet werken, hè, Wes? Nou, die loopt nu tegen 17,5 km per uur. Hoeveel? 17,5 km per uur. Loopt hier nu tegen 17,5 km per uur. Een beer van een roeier en toch aan die snelheid. Is hem aan het puffen? Redelijk toch, ja. Puft hier de longen uit zijn roeierslijf. Man, man, man. Moeder. Moeder, moeder, we zijn ook niet thuis. Zie je? En zo kan ik nog uren achterwaarts commentaar geven. Ah, Wesley houdt zich aan zijn woord en gaat voorwaarts schieten. Had op training achterwaarts geschoten. Los in mijn bil, ik was niet content. Maar goed, bij deze geen strafpunten voor Ruben Klaes. Los in mijn bil. Wat dan? Los in mijn bil. Hé, maar dat komt aan, joh. Deze man heeft nog een Tinder-afspraak en twijfelt, ga ik de container doen of swipen, is nog in dubio. Zie je een beetje aan het loswerken, Wesley? Doe ik ook smart. Oh, kijk eens aan. Toont zichzelf aan de kijker. Ik was gewoon aan het stretchen. Hamstrings. Even voelen. Doe mij eraan denken, ik moet mijn hamstrings nog eten gaan geven. Want zo één kaasblokje zitten met drie in een kooi. Nee, hamstrings, dat is de achterkant van je bil, zeg maar. En als je dan voorover buigt, dan stretch je die. Dat noemen ze hamstrings. Ja. En zo probeer je iedereen wat wijs te maken, Wesley. Met je dure kinetaal. Hij is zich wat aan het losmaken, onze Arthur Peters. Volgens mij doet hij dat niet zelf, Sam. Dat is via afstandsbediening. Zo beweeg je de warme toch niet zelf. Die heeft hij gewoon niet onder controle. Zie, zie. En dat bakje niet zo op Holland slaat, denk ik. Want dat was niet de bedoeling. Dus even het afgezet vallen. Sorry, maar er zit een motor in die fiets en hij krijgt die niet af. Zie, zie, zie. Die heeft vals gespeeld. Kijk, dat zoals... krijgt die motor niet af. Hij is gewoon aan het uitfietsen. Lichter verzet, ontplofte beentjes, volledig verzuurd. En Arthur Peters, onze kajakker, die staat nu klaar. En ik ben benieuwd wat hij nog in petto heeft. En ik is samen met jou, Wesley. Nee, het is een kajakker nu. Ik doe het toch na. Kajakker... Nee, dat ben ik niet, dat is een trainer. Echt, ben ik niet, zet mij af. Kajakken is zo, hè, mensen. Het is zo. Die heeft in houthalen gaan oefenen, hè. Oeh. Let's go. 153 meter. Allee, kroket. Kunnen we afspreken? Ofwel is het kroket, ofwel patat, maar dat is wat dom. Hallo, friet. Hallo, friet.
spuit water uit de bak, Wesley. Kijk mee. Elke keer dat hij trekt, spuit het er gewoon uit. Ja, trek de machine kapot. Hè. Maar trek het gewoon kapot. Trek het kapot, jong. Doe maar. Is hij? Hij gelooft zijn ogen niet. Is hij? Ben ik wakker? Ja, wrijft er maar eens in. Een geweldig palmares al bij elkaar. 3 keer Belgisch kampioen. In de K1, de K2 en de K4. K3 blijft natuurlijk van Studio 100. Ja. Bij Sporza hebben ze hun typmachine al klaargezet. Ja, dat ze maar beginnen te typen. Type maar in, Sporza mensen. 2,50 na 2 kilometer. Nieuwe heerser in de container, Arthur Peters. Ik ben gewoon blijven gaan en totdat het licht uitging. Ja. Bij mij en in de container. Kom aan, nog een 400 meter. De tijd van Ruben gaat hij niet kunnen verbeteren, denk ik. Maar hij heeft superveel voorsprong op alle andere dingen. Sloeg gewoon 150 meter met golven. 153 om verbeter precies te zijn. Verbeter me niet. Verbeter me niet, Wesley. Kijk gewoon naar dit record. Amai, die is kapot aan het gaan dat het geen naam heeft. Minuten 15 en 84. Heeft een ambulance nodig? Ik ga het zeggen, like dat is. Ik denk dat hij gewoon Seppe Odijn niet verbeterd heeft, maar gewoon van de tabellen heeft gevaagd. Niet te geloven. Ja, inderdaad. De duim omhoog. Hé, hey. Arthur Peters. Hallo, Kroket. Goedenavond, beste kijkers, en welkom op deze allerlaatste aflevering van de container. Het is de All-Star aflevering. U weet wel, waarin een All-Star team van Wesley het opneemt tegen mijn All-Star team. En ik kan al zeggen, ze zijn hier toegekomen. Team Wesley is aangekomen op een bierfiets en zong marginale liederen. Mijn is natuurlijk in een chique Jetstream-bus toegekomen. En een Jetstream-bus? Ja, dat is een... Ik dacht dat je zou zeggen limousine of zoiets, maar... In ieder geval, Wesley... Dat is te moeilijk, hè, limousine. Ik weet dat je hier mentaal spelletje speelt. Straks is het voor echt... Dit is... Kalm, Fred. Ja, die is niet gewoon van op de loopband. Ja, ik heb in de fitness sowieso iemand in. Die vloog dan half door het raam. Ja, maar echt. Dat is schellig. Maar wel top. Je hebt zo'n, normaal zo'n rode knop, hè. Al de omgekeerde weegschaal, nee, komt binnen. Nee, dat kan niet. Dat is hem. Dat kan niet, dat kan niet. Oh ja. Man, met wat denk ik begonnen? Ze hebben niemand gevonden. Dat is de Wesley. Dat is de Wesley, hè? Ja, goed. Hij is maar 1,63 meter, Pedro, dus die heeft mij nodig. Dus zijn vorige record hier in de Monkey Bars was 7. 7. 7. Gella, kom maar binnen. Dank je. Oh, dat is lelijk. Ja. Gella van de Kaveien. Je hebt, wat mij betreft, 2 dingen nodig voor Monkey Bars. Power, maar ook elegantie. En dan denkt er maar aan 1 iemand, Nina Derwal. Die bleek niet beschikbaar. En dan heb ik naar Gella gebeld en die heeft meteen ja gezegd. Ja. Goh, ik wist het, hè. Familie? Godverdomme, hè. Het is mijn dochter. Amy. Goh, ja, dat was eigenlijk uit het niets dat ik een berichtje kreeg op Instagram. Toen van, ja, maak je een telefoonnummer eens, ik moet u dringend iets vragen. Amy, misschien niet alle details, alsjeblieft. Oei. Gewoon, mijn manager heeft u gebeld. Ja, ja, ja. De manager heeft mij gebeld. En kan ze het een beetje? Ja, dat is er al op, hè. Beetje maar schuin. Dat kan niet! Maar dat is toch niet te schatten? Dat ik nu... 100 ik ga meter, ze de nek omwringen. Ik ga niet ze doen, de nek wist, niet doen. Oké. Kan beter. Allee, wat moet ik hier nou op zeggen? Die heeft dan ook nog... Die zou nummer 1 staan bij de dames dit jaar. De elegantie van een echte golfer heeft ze wel, hè? Absoluut. En dat is iets dat de papa niet heeft. Kom maar wat een techniek, jong. Die gaat kei teleurgesteld. Ik moest toen een knuffel geven aan uw papa. Amy. Is dat? Ja, en zij pakt ze maar die schoof op. Goed gedaan. Roepsknuffel. Roepsknuffel. Ja, sorry, hè. Sorry dat ik het moment niet had. Oké, ga maar zitten, Gella. Ja. Maar die poster, dat hem zo met zijn lichaam stoeft. Dat is verschrikkelijk. En dat spronken met u. En dan zegt hij iets op mij. Hè. Dat is... Ik volg haar op Instagram, jij niet? Ja, ja. Ja, maar wat bedoel. Er volgen al 180.000 mensen, dus... Daar ben ik bij. Waarom doet hij nu die een bril ook aan? Show, hè. Dat is... Ene goeie, ja. Dat is waar. Ene goeie is goed. Voor de eer.
dat eerste schot gaat mis dan. Maar ja, die armen die beven zo van dat roeien nog. Dat je maar jij hebt niet geroeid, hè? Nee, maar dat zeggen ze toch altijd. Je been, kom maar. Je bent een vent, jongen. Nul op twee. Ja. Nul op twee. Die een belachelijke bril. Inderdaad, hij weet het zelf. Hè. Oh nee, dat is gênant aan het worden. Die een bril was heel vuil. Dus ik zag ook geen fluit. En ik moest kiezen tussen mijn koel weggooien of raken. En ik heb een domme keuze gemaakt. Want ik heb alles weggegooid. Nul op vier. Nul op vier, jongens. Godverdomme. Ja. Dit kan nog niet. Dit is het simum. Het beste. Het beste. Even geen camera's, alsjeblieft. Even niet. Ik ben even beschaamd. Hij ziet de buik al hangen. Hij is weg. Ja, kijk, maar ik vind ook, als je iets niet goed doet en verliest, dan moet het ook een grote man zijn. Ja, dat is waar. En hij is dat niet. Hij toont dat hij geen grote man is en hij toont ook dat hij geen topsporter is. Een lafhartig gedrag, hè. Topsporters... Ja, weglopen. Ja, topsporters moeten, als je de leider bent van je team... Ja, verontschuldig je. Ja, dan moet je zeggen, sorry mannen, ik ga het goed maken. Dit kan het verschil maken op tijd. Dit gaat waarschijnlijk het verschil maken, ja. Ik had gezegd dat ik Company ging strikken. Wel, ik had niet gelogen. Dit is Kathleen Company. Europees kampioen bij het powerliften. Ik had het toch moeten weten. Company daarmee pakte hem altijd uit. Ziet al. Het is een Gert. Gert. Amai, oeh, maar die fiets veel, maar ik heb die ook gevraagd. Tegenover de West kon ik niet anders dan ja zeggen. Omdat, ja, we doen dezelfde job en zo. Dus ik durf niet nee zeggen. Maar ik was heel content dat hij belde. Dat ik daar vanaf was. Is dat nog altijd dat je ooit een gouden schoen bent verloren? Ja, dat is iets wat u heel uw leven achtervolgt. En ik zeg, je kunt een gouden schoen, je kunt tweede worden in de gouden schoen. En achter eender wie, in heel de Belgische competitie, over de voorbije 50 jaar, achter West die song tweede worden. Dus voor de rest van uw leven, dat raakt er nooit vanaf. Het is dat voor een geluid, Wes? Dat hebben we toch nooit gehoord in Extra Time, hè? Zoiets, hè? Nee, zelden. Filip Joost wel, hè? Ja. Filip! Kom aan, Gert, toch 100 meter. Supporter voor uw man. Kom aan, man. 100 meter. Ja, dat is echt sterven, denk ik. Wauw, 4 minuten 13 seconden. Je blijft gaan. Kijk, hij stopt niet. Hij is zo kapot dat hij niet weet dat het gedaan is. Ben er toch, hè? Stop, Gert, stop. 4 minuten 13 seconden en 5800ste. Helemaal kapot, helemaal weg. Diep gegaan, hè? Diep gegaan. Eigenlijk vind ik dat het belangrijkste. Loopt ook naar de verkeerde kant. De deur is hier. Heeft ons gehoord. Is een beetje in de war. Ja, maar dat komt, hè. Het verstand werkt veel trager bij zo'n zware inspanning. Ja. Je weegt ook veel meer als je loopt. Echt? Ja, omdat boem, boem gaat dat dan. Hè. Dus je weegt meer als je loopt? Natuurlijk. Dus als ik stop met lopen, ga ik afvallen? Wacht, maar. Kijk. Overdrijven. Dat is weer... Ah, jongen, toch. Ik dacht, ga jij niet doen? Dat doet hem voor iedereen. Oeh, dat is wel echt hoor. Maar ik denk niet zo. Een beetje laag, vind ik. Schenkt de bal ook een beetje uit de course? Nee, dat is niet schenken. Maar dit gaan we niet goedkeuren. 163, dat is... Dat gaan we gewoon nog niet goedkeuren. Dat was een oefenbal. Jij ook? Ben ik de navis? Heeft een zalmkleurig truitje aan dat zalmgeur afgeeft en vraagt zich dan af, het riekt hier naar vis. Ja, Aagje, alsjeblieft. Zo? Ja, wacht. We zijn niet bezig met Hans van Alphen. Eerste shotters. Moet ik hem trekken misschien? Ik ben niet moe of zo. Hè? Wordt gewoon genegeerd. Ze zien hem niet staan. Oh, Wesley. En nu pas. Ah, een vuistje. Sterk toch, zeg. Een vuistje. Ik kreeg zelfs geen knie. Niks, nul. Mijn hart. Yes! Sorry, dat is niet mooi. Maar... Nee, dat is niet mooi. Sorry. Natuurlijk, hij is topschutter geweest. Belgisch voetbal, veel goals gemaakt. En voor het vaderland ook meer dan 20 keer raakgeschoten. Echt? Zit in de top 10 aller tijden. Nee, hij wist het doel wel te staan. Hij kon schieten. Ik was, met de nadruk op, ik was beter in het afwerken. Was. 0 op 2. Jaar.
Ik noteer voor de kijker, hij heeft 0 op 1 en hij heeft ook 0 op 2. Samen 0 op 3. Oh. Naast. Yes! Bedoel, chill. Chill, P. Kom maar, man. Hij toch hier? Gaat hij niet echt 0? Gaat hij niet echt 0 halen? Ja, waar? Ho, hè. Ja, 1 geraakt. Ja. Beter dan. Ja, oké. Okay. Ah, dan toch 1. Wat is dat nou weer iets, zeg? Drie keer hetzelfde, hè, jong. Lopen. Ja! Sorry, ik ben blijer dan bij de geboorte van mijn kinderen. 1 op 5. Hij heeft wel 1 meer, hè, dan het andere team. Voilà. Oké. Okay. Gelukkig dat ik vroeger beter naar de goal kon shoppen. Goed, niet goed, hè? Niet goed, hè? Doe me toch. Hier nog checken. Ja, dat gelooft het niet. Vreselijk. Dat is een gezichtje. Ja. Dat zijn ogen en een neus hier. Die heeft een poepgezicht. Hoi. Hopelijk laat hij geen scheetjes deze keer. Hoi. Derde poging. Ah, je sprak over een scheetgevaar door de inspanning. Dan? Ja, als er 120 op je bord ligt, kan het wel. Gaat het komen? Ja. Hij lift het, maar geen luchtontsnappingen. Nee, waarschijnlijk niet. Het is toch een mooie. Heb jij er zelf wel last van? Want ik zie je. Nee, hemd naar beneden. Ik trek mijn hemd goed. Altijd goed, maar wees vooral jezelf, Frank. Is nog altijd een beer. Ja, de beer van Brecht. Ja, ze filmen dat altijd zo. Museo. Boeken toe! Johan Museo uit. Boeken toe, Frankie. Het interesseert me niet meer. Voilà. Dat blijft een toptijd, hoor. Voor iemand die toch ja, richting de 60 gaat. Ja. Gaat 100 jaar worden. Ongetwijfeld. Museo, hè? Een museo, hè? Ja. Dat noemen ze zo, hè? Museo, ja. Sorry. Even in perspectief plaatsen.